Hey, dit is dan het moment dat ik moet zeggen, hallo allemaal. Zo, hallo allemaal, ciao a tutti, welkom terug op Italiëplein. De absolute ster van deze pizza, dat is de Nutella. We gaan inderdaad een pizza Nutella voor jullie maken. Maar niet op één manier, want dat zou te makkelijk zijn. Op twee manieren. We gaan twee verschillende pizza Nutella's maken. En ik ga jullie laten zien hoe je dat moet doen. Ik heb alvast één deegbodem voorbereid. Die ligt hier. Dit wordt de bodem voor pizza Nutella nummer 1. Nummer 1. Wat heb je hiervoor nodig? Een deegbodem. Deze is heel handig. Dat is een deegprikker of een deegperforator. Uiteraard de ster van de show. De Nutella. Nou, dat is eigenlijk de basis. Daarna kan je zelf al je fantasie eigenlijk loslaten op deze pizza. Ik gebruik vandaag nog een banaan en een geheim flesje, nou, lekkers zal ik maar zeggen. En wat amandeltjes. Als je je deegbodem klaar hebt liggen, wat een gezellige vogel. De truc is dat we de deegbodem eerst gaan bakken en daarna gaan beleggen. Als je dat niet zou doen, als je de Nutella nu al op de bodem zou doen en je legt hem in de oven, dan droogt de chocola uit. En die wordt dan een beetje bitter en je krijgt ook een beetje van die korstjes, zeg maar. En dat wil je eigenlijk niet. Dus we gaan eerst de bodem doen en daarna alle lekkere dingen erop leggen. Deegbodem, deegprikker. Haal je deegprikker gewoon even een paar keer over je bodem heen. En dat doe je eigenlijk om te voorkomen dat het deeg zo meteen als je het in de oven legt helemaal gaat opbollen. Want dan is het daarna best wel lastig om hem nog goed te beleggen. Nou, als de deegbodem in de oven ligt, dan heb je in principe nog even de tijd om wat dingetjes voor te bereiden. Dus in mijn geval maak ik vandaag gebruik van een banaan. Ja, weet je wat, we doen er gewoon nog een paar extra. Gewoon ook omdat je niet te weinig wil hebben. Nou, dan de ster van de show, de Nutella. Lekker vers potje. En ik heb hem net stiekem heel eventjes bij de oven gezet. En je zal zo meteen zien dat dat best heel handig is. Kijk eens, één vers gebakken pizzabodem. Nou, het ziet er prachtig uit. Lekker knapperig. Helemaal goed. Kijk, Nutella. Nou, het zelfs nog wel ietsje dunner gemogen. Maar hey, vooruit. Nou, lekkere plakjes banaan. Zo, een paar amandeltjes. Nou, als het voor de kinderen is, dan zou ik hem zo laten. Als het voor de volwassenen is, dan zou ik nog een klein beetje van het geheime spul erop doen. En dit kan alles zijn wat je lekker vindt, hoor. Geheime spul? Geheime spul. Hop, hop. Kijk eens aan. Pizza Nutella. Nummer 1. Heerlijk als toetje. Echt heel lekker als toetje. Echt heel lekker als toetje. Super lekker als toetje. Jij een stukje? Ja, heerlijk. Zo'n lekkere smikkelvideo. Lekker man.